een van die topliners van de UK, die noemde Charlotte Sherman. En zij heeft eigenlijk ook een eigen publishing company, mm-hmm. die een co-publishing is met Korea Warner. Ja, en zij schreef voor K-pop, dus die was daarover aan het praten. Ik zei, maar zo interessant. En ze zei, maar weet je wel, anders kunnen we samen gewoon een kamp organiseren. Ik zei, ja, graag. En dan zo, fix nou. We waren dan naar de UK gegaan met Thalys. En dan daar nog gemiet en dan alles beginnen uitdenken. Zij ging dan 12 K-pop writers fixen. En ik moest dan 12 Belgische producers die echt goed waren en topliners. Mm-hmm. En dan gingen we dat samen combineren om creatieve nieuwe K-pop songs te maken. Dat was echt insane, dat niveau. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik mocht dan ook zelf meeschrijven. Als topliner K-pop, dat is echt zo chorus, een bridge, nog een nieuw refrein. Dus je moet blijven zo mega catchy schrijven. Super leerrijk. Okay. Hoog niveau, is dat dan een andere manier van schrijven? Of is dat gewoon van, de pace is gewoon zo hoog dat je moet blijven? Het is gewoon op de fractie van een dag. Het lied dat je op het einde op de luistersessie hoort, is gewoon echt mega goed. Klinkt al super goed, is al een super goede mix. Die vocals zijn al super goed als voorbeeld. Ik was gewoon echt impressed. Omdat we veel kampen doen, hoor ik heel vaak de songs op het einde van de dag. En daarvan is echt een niveau hoger of zo.